Als we nadenken over Christus zien en God ontmoeten, dan kom je volgens mij al gauw bij een soort van de geëikte plekken terecht. In de kerkdienst en ook wel in de natuur, de Bijbel, door gebed. Maar wat mij opvalt juist in de Bijbel is dat uh, als er ontmoetingen met God plaatsvinden, als mensen God mogen zien, Jezus zien, dan is dat heel vaak op onverwachte plekken en met onverwachte mensen. En hoe zit het dan vandaag de dag? Hoe ontmoeten we dan Jezus nu, anno 2021? Nou, Jezus heeft daar ook van gezegd, en dat lezen we ook in de rest van de Bijbel, dat we hem nog steeds ook mogen zien en juist ook in ontmoetingen met anderen. In de ontmoeting specifiek ook met kwetsbare mensen. Jezus zegt zelf: Dat wat je aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je aan mij gedaan. Maar. Hoe doen we dat dan? En ja, wat betekent dat dan? Wat zegt dat over God? Nou, volgens mij uh, ja, zegt dat over God dat Hij inderdaad ook degene is die zich kwetsbaar opstelt. Die zich bemoeit met mensen, die meeloopt met mensen. Die ja, dus kwetsbaar aan het kruis stierf. En in mijn eigen leven heb ik ook uh, ja, dat op bijzondere manieren, op onverwachte manieren vaak meegemaakt dat ja, ik iets van God mocht leren door iemand anders. Maar dat heeft wel gevraagd, en ik vind dat nog steeds ook wel lastig, dat ik me daarvoor open stel. Dat we als kerken ook uit onze bubbels komen, uit onze eigen individualistische ervaringen die we ook zoeken. Dat we juist op zoek gaan naar de ander en niet zozeer met wat wij kunnen geven, hoe wij Christus kunnen laten zien aan anderen, maar ook wat we dan mogen ontvangen van God door anderen heen. En dat vraagt denk ik dat we een stukje vooroordelen erkennen, maar ook dat we openstaan voor schurende, confronterende ontmoetingen. Want ze zijn niet altijd makkelijk, maar ze vertellen ons wel dus iets over wie God is. En volgens mij is dat het allerbelangrijkste.